Zo'n 600 toeschouwers waren op het eerste duel van FC Emmen in het nieuwe seizoen afgekomen. En zij zagen in de eerste helft 6 nieuwe spelers. Top! Met je half. Maar het was een oude bekende die de score opende. Alexander Banning uit een corner van Juri Loen. Het duurde lang voor Banning zijn ja-woord gaf van FC Emmen. Maar uiteindelijk kwam de handtekening er toch. Ja, dat was een buitenlandse avontuur geweest, maar dat, als ik alles op een rij had gezet, was het toch niet haalbaar. Maar heel blij dat ik hier kan blijven. Alexander Banning heeft zijn goaltje dus te pakken en Emma gaat door. Dit is Hilal Ben Moussa met de voorzet en opnieuw een oude bekende. Cas Peters, ook hij pikt zijn goaltje mee en Emma staat met 0-2 voor. Mooie kopbal, prima doelpunt van de spits van FC Emmen. En dan is er nog een aanvaller die we nog niet benoemd hebben. Dat is Bilate, die geeft hier de bal aan Cas Peters. En Banning is meegelopen en tikt binnen. 0-3 met dank aan Bilate. Ja, gewoon een goede speler. Precies in het type Bergkamp, wat mij heel erg bevalt. En we gaan zien hoe dat dit seizoen verloopt. Ja, moet je ook weer wat opleveren, hè? Uiteindelijk doelpunten, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Afgelopen seizoen niet heel veel gescoord, maar ik vind het gewoon fijn dat ik mijn diepte loopactie kan maken. En dat is altijd goed. En dan aandacht voor de mooiste goal. De 0-4 van Juri Loen. Fraai over de muur scoort de linksback. Dat was hij omdat Nick Bakker nog steeds niet fit genoeg is om te spelen. En zelfs in de herhaling vertraagd is hij mooi. Dan is het nog wachten op de goal van de nieuwe spits. Mario Bilate. U zag hem net al met een assist. En nu scoort hij zelf. Ook voor hem is de kop eraf. Het debuut bekronen met een doelpunt is altijd fijn. Ja, nee, inderdaad. Het is altijd wel even lekker als je eerst de wedstrijd een goaltje mee kan pikken voor het gevoel. Dus nu weer verder kijken naar de volgende wedstrijd. Ja, en dat je dan scoort in de 45e minuut ongeveer, dat maakt niet uit, hè? Nee, een goal is een goal. En de goal van Bilate betekende ook meteen de laatste van de avond. FC Emmen versloeg VV Emmen met 5-0.